Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag twee defecte zelflossers en drie onderstellen waar ik er vier nodig zou moeten hebben. Deze zelflossers heb ik gekocht wetende dat de wielen ervan kapot waren. En ik ben aan het kijken geweest of ik niet nog een wielenset had toevallig. Helaas is dat niet het geval. Dus ik kan maar één van de twee op dit moment repareren. De andere gaat in de collectie voor later. Mocht ik ergens een keer zo'n wielenset vinden. Want volgens mij kan ik deze ook gewoon bijbestellen. Ja, daar staat ook een mooi nummer op. Dat is de 37092, zo te zien. Nou, maar als ik weer een keer op onderdelen jacht uitga, dan is dat zeker iets wat ik ga proberen mee te nemen. Ik heb zelf een zelflosser, een korte, een kleine, maar niet deze hele mooie grote. En even te kijken hoe dat ze werken. Deze gaat gewoon open. Deze niet. En ik heb echt als kind hier altijd wel iets mee willen doen. Maar ik heb ze nog nooit in mijn handen gehad. Dus ik ben gefascineerd. Deze haakt. Kijk. Een beetje. Oh. Ja, hierachter. Nou, nu niet meer. Want nu heb ik iets afgebroken. Dat was weer niet zo slim. Oeps. Aangezien ik het toch maar een van de twee ga repareren. Ga ik kijken of ik deze nog kan lijmen. En ga ik me even richten op deze hier. Het is vrij makkelijk. Deze wielen horen hier te zitten. Dus op deze plekken gelijmd. Dus eigenlijk hoort die schroef erop gelijmd te zijn. En nu lijkt deze schroef. Lijm dus, hier is al een keer mee geknutseld, denk ik. Deze schroef zat hierop gelijmd en is losgeschoten. En dit hier aan deze kant is ook gelijmd. Ik denk dat hier oorspronkelijk twee pinnen doorheen staken waarmee je hem kon klippen. Twee plastic dingen met een uiteinde zo. En iemand heeft dat met een schroef proberen op te lossen. Interessant. Ik ga eens kijken of ik deze reparatie. Ja, niet zo heel moeilijk. Ik gooi hier gewoon een dot lijm op. Ik zet die wielen erop en ik kijk wat het doet. Werkt het niet, dan is het jammer. Werkt het wel, dan heb ik in ieder geval één zelflosser bij. Ik gebruik nu de hard plastic lijm, die volgens mij zo goed als leeg is. Zodat ik toch niet halverwege de video nieuwe lijm moet aanzoeken, hè? Zo, lijmdraden weg. Die wil ik wel wat meer. Zo. Hop, hop. Ik denk dat deze een keer een goede tik hebben gehad. En dat toen de wielen afgebroken zijn, de plastic van de wielen afgebroken zijn. Ik weet ook niet of dit zo goed gaat blijven zitten. Maar ik kan het proberen. Zo niet. Dan kan ik nog kijken of ik hier iets van hard plastic op kan zetten. Een soort van paddenstoel maken van hard plastic op een of andere manier. Ik zou dat zelfs met lichtgeleider kunnen doen, zit ik me zo te bedenken. Oeps. Dikke lichtgeleider. Of eigenlijk, ja, liever iets anders. Maar dit zou ik een stukje erop kunnen lijmen. Dat blijft zeker goed zitten. En goed verwarmen dat dit een vrij dikke punt wordt. Ja. Een idee voor als dit niet werkt.
Ik ga dit laten drogen en kijken wat het doet. En ik ga het hier ook verder bij laten. Ik wens jullie een prettige dag. Like, subscribe, deel. Vertel het je vrienden, je familie dat dit geweldige kanaal bestaat. En tot een volgende keer.